Ik neem ook een lekker slokje koffie. Hier heb ik Starbucks voor mij, dus uh, daar gaan we. Ah, je bent al even naar buiten geweest. Krantjes kopen, altijd. Ja, natuurlijk. Ja, hier met het stalletje voor de deur. Fantastisch moment van de dag. Eventjes uh, de headlines erbij pakken. Ik, mijn eerste momentje is altijd dat ik de tv aanzet. Maar dat durf ik bijna niet meer, want uh, waar ik ook kijk... overal zie ik campagnefilmpjes. Maar het einde is in zicht. De midterms komen eraan. Welkom bij Trump Town, de Amerika-podcast van het Haagse college. Mijn naam is Jan Bosma, correspondent voor BNR en de Telegraaf. Ik zit in Washington, D.C. En je hoorde hem net al, Bernard Hammerburg, oud-correspondent Amerika. En je kent hem natuurlijk ook als buitenland-commentator bij BNR Nieuwsradio. En uh, Bernard, we moeten eerst maar even wat uitleggen, denk ik, want we zitten niet in dezelfde ruimte, uh, nog wel in dezelfde tijdzone. Uh, jij bent in New York. Daar woon jij, Nou, wat zullen we zeggen, een beetje 50-50, de helft van het jaar? Ja, ja. Mijn, uh, mijn resi residentie is uh, New York City. Um, dus ik ben ook wel veel in Nederland, maar ik woon uh, uh, in New York. Zeker de helft van de tijd, inderdaad. Uh, en dan zit ik in Manhattan en dan wel in het noordwestelijke gedeelte. Dat wordt de Upper West Side genoemd. Het gedeelte tussen, wie er wel eens is geweest, tussen Columbus Avenue... En Columbia University, langs de Hudson, dus aan de westkant van, het, van Central Park. En dat is een uitgesproken democratisch gebied. Je hebt ook de Upper East Side aan de andere kant van Central Park. Um, dat is echt dat oude, uh, en ook ouderwetse deel van veel heren in kostuums en, <laughs> mei, en, en van die uh, en kinderen in. Pakjes van private schools en dames met plooirokken en uh, parelkettingen. Die zie je daar echt nog heel veel. En daar heb je ook nog wel wat republikeinse stemmers. Dus het is niet zo dat de hele stad uh, alleen maar democratisch is. Dus die Upper East Side is best interessant om te heen te wandelen. Madison Avenue en Park Avenue en zo. Daar wonen nog wel wat uh, republikeinen. Maar ze zijn schaars, zal ik maar zeggen hier. Ja, ze, ze hebben nu gelukkig hun plekje, hè? Bij Trump Tower, daar, uh, daar, daar kan je de rode Make America Great Again petjes nog kopen. Dus er, er is nu een, een, een plekje, een safe even voor ze. Z zeker, en uh, ik ben er toevallig gisteren nog langs gewandeld. Want ik, ik, ik koop daar in de buurt altijd een agendaatje, elk jaar. Uh, en het is inderdaad genoeg om daar even te kijken. Ook de demonstranten tegen Trump. Lock him up, zag ik gisteren. Ja. Was ook een die mooie... staan er nog steeds bij Trump ja, Tower? Ja, 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 die staan er elke dag. Oh, oh, oh. Ja. Die houden het ook al uh, twee jaar vol. Um, ja, uh, we zitten natuurlijk uh, nu eigenlijk al een beetje aan het einde van een campagne. Uh, dat betekent ook meteen dat er straks weer een nieuwe campagne aankomt, uh, die, uh, richting 2020, de presidentsverkiezingen. En dat is ook een beetje uh, de reden dat we met deze podcast zijn begonnen. Want we gaan naar deze verkiezingen kijken, maar we willen ook vooral uh, vooruitkijken uh, de komende paar jaren naar 2020. Uh, dat gaan we samen doen, hè Bernard? Zeker, er uh, valt veel te bespreken. Ja, ik ben benieuwd. We willen het onderweek gaan doen, maar ik ben heel benieuwd of we dat allemaal steeds in één podcast kunnen, kunnen proppen. Want het is een nieuw cycle, noemen ze het hier dan. Die gaat bijna per minuut in plaats van per dag of per week. Maar we gaan het natuurlijk helemaal proberen. En voordat we in het campagnegeweld duiken, eerst nog even een berichtje van onze vrienden van de podcast. Dat is perscentrum Nieuwspoort. Uh, want daar is op 19 november een Haags college van Marieke Blom over Trumps handelsoorlog. En wil je daar nou bij zijn, kijk dan even op de website dat is nieuwsport.nl. Uh, is die handelsoorlog nou nog een dingetje tijdens deze campagne, Bernard? Beetje, het is natuurlijk niet het hoofdthema. Uh, maar uh, vooral voor de Republikeinse achterban is het toch wel belangrijk. Uh, omdat uh, de stelling van Trump is, we worden bedonderd, vooral door China met zijn valse import. Um, uh, een staalstaat als Pennsylvania, of een staalstaat als Ohio, waar natuurlijk de meeste van die staalfabrieken al lang zijn gesloten. Die voelen dat toch enorm als steun. Tegelijkertijd zien ze de werkloosheid afnemen. Ze zien dat de economie groeit. Ze hebben daar zelf misschien persoonlijk nog niet zoveel baat bij. Maar uh, het hele gevoel van uh, Trump zit in de goede richting. En goed dat de Republikeinse Partij hem daarin volgt. Ja, dat werkt mm -hmm. toch wel. Het is niet het hoofdthema, maar het werkt wel. Ja, ik, ik heb ook wel het gevoel dat er een grote symbolische waarde in zit. Dat uh, alleen al het idee dat deze president er wat aan probeert te doen, dat hij eraan werkt, dat aan deze mensen gedacht wordt, dat dat al helpt. En dat dan, ja, of zij daar persoonlijke baan uh, van kunnen krijgen, dat dat op dit moment in ieder geval nog niet zo belangrijk is. Maar ja, dat, dat kan niet altijd zo. Blijven doorgaan, natuurlijk. Uiteindelijk moet daar wel wat voor terugkomen, toch? Ja, dat is waar. Maar die mensen in Pennsylvania en Ohio en Wisconsin, noem maar op, die zijn niet gek. Uh, dus die weten heus wel dat die banen er niet per volgende week zijn. En misschien, uh, denken ze, lukt het ook niet. Maar in elk geval, deze man doet zijn uiterste best voor ons. Ja. En dat waarderen ze. En uh, dat belonen ze met hun uh, stem. Ja, ja, ja. ja. Ja, Bernard uh, Trump die heeft uh, de turbo aangezet, kan je wel zeggen. Hè? De laatste dagen van de campagne doet hij uh, elf events uh, in zes dagen. Uh, hij, hij doet er vandaag ook, uh, we nemen dit op vrijdag op, doet hij er twee. Uh, enorme energie heeft die man trouwens, dat is echt uh, ongelooflijk. Maar als je kijkt naar welke staten hij nu bezoekt, hij gaat bijvoorbeeld naar Florida, Missouri, West Virginia, Indiana, dat, dat soort staten dan lijkt het er toch wel op dat hij het huis van afgevaardigden al een beetje heeft opgegeven. Dat hij eigenlijk dat, al, nou, dat misschien al als verloren be beschouwt. Dat, dat vind ik niet echt de Des Trumps eigenlijk. Nee, het is mijn indruk ook. Uh, en hij draait het om, hij zet eigenlijk helemaal in op de Senaat. Uh, want uh, uh, ze hebben nu, uh, hij heeft nu in allebei de huizen een meerderheid. In de Senaat is die flinterdun, maar twee stemmen. Uh, en die willen ze absoluut houden. Die kans is trouwens groot dat dat lukt. Uh, maar er moet wel hard aan worden getrokken. En inderdaad, ik heb het, de indruk dat uh, Trump en zijn mensen uh, denken: uh, ja, dat huis. Uh, misschien lukt het wel, misschien lukt het niet. Maar de kans dat we dat gaan verliezen is heel groot. Dus laten we al die energie maar inzetten op het behoud van de Senaat. Ik, ik moest daarmee ook meteen aan 2016 denken, aan die campagne, toen uh, ja, Trump zelf een heel ander beeld had van de peiling, uh, dan wat de peilingen lieten zien eigenlijk. Hè. En Trump die zei er ook vol bravoure over van, uh, ja, die peilingen kloppen niet en dan zie je wel, ik heb gelijk gekregen. Ik vond het toch wel, uh, wel opvallend dat hij nu, nou ja, dat lijkt er een beetje op, we kunnen niet in zijn hoofd kijken, maar dat hij toch wel een beetje meegaat met die peilingen, dat hij misschien die peilingen ook wel gelooft. Het zou best kunnen, uh, maar alles staat en valt uh, en dat weet Trump en dat weet iedereen en jij en ik ook en iedereen die nu luistert. Uh, het, waar het van afhangt, zoals bij elke verkiezing in de democratie, is de opkomst. Die is in Amerika altijd bedroevend laag. Bij presidentsverkiezingen is het, weet ik, globaal 50% en bij midterms is het ergens tussen 35 en 40% hooguit. Vorige keer was het 37%. Als die, als die opkomst nu plotseling veel groter is... dan vallen alle voorspellingen totaal in elkaar. Want het kan zijn dat er meer republikeinen gaan stemmen. Dat moet je niet uitsluiten. Maar het kan ook zijn dat eindelijk die democraten die zo hebben gezwegen... eigenlijk al vanaf 2016 en die je niet meer hoort... eindelijk van hun krent komen en denken... nou is het afgelopen, we gaan stemmen en we gaan de zaak overnemen. Dus mm -hmm. daar, daar staat of valt het mee... Uh, en dat is iets wat nog Trump, nog wie dan ook, kan voorspellen. Het gaat allemaal uit van ja, veronderstelde opkomsten. Maar het kan totaal anders aflopen. Ja, ik vind het wel interessant. Want we krijgen, ik krijg dan soms het beeld als ik bijvoorbeeld naar CNN kijk: dat, dat elke democraat uh, boos is, uh, gefrustreerd. Die, die willen allemaal actie. En dat is misschien ook wel zo. Maar uh, toen ik hier laatst een beetje in de buurt uh, rondliep en, en met wat mensen sprak, uh, toen waren dat mensen die inderdaad wat gefrustreerd waren. En democraten, want dat zijn hier allemaal democraten. Maar de helft van die mensen die zeiden eigenlijk van ja, maar of ik nou ga stemmen, dat weet ik eigenlijk nog niet. Het heeft toch niet zoveel veel, veel, veel zin. Uh, ik moet even zeggen, dit waren dus niet mensen uit Washington. Uh, um, het was buiten Washington, dus het waren mensen... Die, waar het ook nog zin had om te stemmen. Het was in Virginia. Uh, maar uh, dat, dat viel mij wel op, dat ik dacht van... ik dacht dat uh, die mensen allemaal zo gemotiveerd waren. En als ik naar al die schreeuwende uh, uh, panelleden op CNN kijk... dan denk ik dat iedereen uh, klaar staat met zijn stembiljet. Maar ik vraag me af of dat uh, bij iedereen wel zo is. Hoe, hoe schat ja, jij dat in? Nee, ik ben, ik, net als jij, uh, uh, de motivatie is... Altijd heel gering. Altijd zo geweest. Heeft te maken met een aantal dingen. Dat je je apart moet registreren om te stemmen. Hè? Omdat dit land geen bevolkingsregisters en uh, burgerlijke standen kent. Uh, dus het is nogal een gedoe. Je moet moeite doen om te kunnen en mogen stemmen. Uh, dan moet je erheen... Uh, Heel veel mensen hebben er helemaal geen zin in. Of denken: ach, wat maakt mijn stem uit op 320 miljoen Amerikanen? Heeft geen enkele ja. zin. Uh, grote dus afstanden op het platteland? Gro grote afstanden op het platteland. En nemen staat als Montana, de derde staat van Amerika. Na Texas en, en, en Californië. Daar wonen 900.000 mensen. <laughs> dus als je, als je daar even een boodschap wil. of even naar het stemhok moet. Ja, dan ben je zo een uur heen en een uur terug onderweg. Dus heel veel mensen die, uh, die willen dat niet. En bovendien. Dat CNN en dat MSNBC en dat Fox News, maar ook gewoon de networks ABC, CBS, NBC. Um, als je kijkt naar de kijkcijfers, die zijn enorm laag. Laat je niks ja. wijs maken. Dus waar ja. wij naar kijken, is het gebleer van de elite. Uh, dat zijn de politici. Uh, de commentatoren. Jij en ik zelf ook, als ik het zo mag zeggen. En misschien, <laughs> en misschien de luisteraars naar deze podcast ook. Wij zijn met elkaar een elite van mensen die, die echt geïnteresseerd zijn en echt bezorgd. En echt, heel, uh, en echt met, met geknepen billen dat allemaal aanzien. Maar het grootste deel van de bevolking hier in Amerika, maar ook elders bij verkiezingen denkt: ach, het, het zal wel loslopen. En hier in Amerika ja. is, dat, is dat vooral op het platteland het interesseert de mensen niet zo. Nee, nee dat, is, uh, dat is... Ik dacht even dat je een beetje op de populistische toer ging, Bernard. Maar als wij zelf ook elite zijn... dan, uh, dan, dan kan je dat eigenlijk niet zeggen. Nee, maar ik bedoel het eigenlijk... Nou ja, ik bedoel het wel... een beetje zoals Trump het, 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 het ook bedoelt... en de populisten het ook wel bedoelen. Je hebt een groep mensen... politici, journalisten... Uh, uh, mensen die hoog in uh, de samenleving zitten... die allemaal... Uh, het nieuws en alle feiten heel precies volgen. Alle commentaren mm -hmm. heel precies volgen. Uh, erg betrokken zijn, erg geïnteresseerd zijn. Terwijl een heel groot deel van de bevolking in de hele wereld. heel andere zorgen heeft. Die denkt: ja, hoe betaal ik straks de supermarkt? En uh, ja. ik, hoop dat, ik hoop dat de benzineprijs niet omhoog gaat. Die hebben andere ja. zorgen. Uh, ja, en die zijn al lang. En, ja, en dat noem ik altijd een beetje gekscherend eigenlijk: de elite. Ja, ja, nee, dit... Uh, ik, trouwens, wat je zei, uh, ik, ik zag deze week nog kijkcijfers uh, voorbij komen. Ik geloof dat naar MSNBC en CNN samen uh, minder mensen kijken dan naar Fox News. Dus uh, dat zijn de, de, de verhoudingen op dit moment. Ja, maar dan moet je ook kijken naar de totale. En dat is dan hooguit, uh, weet ik wat, uh, misschien 10 miljoen of zoiets dergelijks. Ja, ja, ook dat. Maar, ja, maar dat als de je de dan de kijkt... Niet voor de tv. Nee, een bevolking oh. van 320 miljoen. Dus het is ja. te verwaarlozen. Ja, ja. ja, ja. ja dat moet, moet je niet uit het oog verliezen. Nee, laten we eens even kijken naar die, uh, de gewone mensen die dus niet voor de tv zitten. Uh, op de plekken waar ik de laatste tijd geweest ben, uh, staan er eigenlijk steeds twee dingen bovenaan de prioriteitslijst: uh, uh, immigratie en banen. Uh, echte republikeinse punten dus. Uh, ik was ook uh, een paar weken geleden bij een Trump rally in Arizona. Uh, nou, dicht bij de grens, een paar honderd kilometer van de grens. Dus daar speelt immigratie echt wel een rol. Maar ik, vond, uh, ik kwam daar een man tegen en die, die, die vat het eigenlijk wel mooi samen. Die zei van uh, ja, wat vind ik van Trump? Nou, ik stemde op Trump vanwege de economie. Maar dat is eigenlijk wel gefixt. Uh, nu op naar de muur, dat is het volgende. Uh, dat was eigenlijk een beetje hoe ze daar ook uh, uh, ja, op dit moment de, de prioriteiten zien. Denk je ook dat uh, de economie dus wat minder belangrijk geworden is omdat ja, het eigenlijk wel goed gaat? Mee eens. Hij heeft wat dat betreft, wat, wat de Republikeinen betreft, gewoon zijn punt bewezen. Dus uh, let's move on. En immigratie is een fantastische uh, als uh, campagneonderwerp. Uh, omdat dat gaat over alles. Dat gaat een heel klein beetje over racisme, maar dat zeggen we niet hardop. Het gaat mm. een heel, heel klein beetje over de bescherming van banen. Uh, het gaat ook uh, over uh, misdaad, omdat Trump dus in zijn frame de voorstelling geeft dat er een invasie uh, op weg is uh, via Mexico. van uh, misdadigers en tuig en noem het zo maar op. Uh, en dat gaat erin als koek, omdat daar is Trump helemaal niet de eerste in. Dat is een thema dat. Jaar in jaar uit weer terugkomt, waar mensen zich zorgen over maken. Ook alle voorgaande regeringen. Dus daarmee zit hij fantastisch. Het sluit helemaal aan mm -hmm. bij wat de Republikeinen voelen, maar ook heel veel Democraten voelen. Die voelen zich bedreigd door vreemdelingen, mm -hmm. net zoals je dat in Europa ziet. En of dat nou rationeel is of niet rationeel, maakt niks uit. En ik heb ook het gevoel dat, dat Trump hiermee heel duidelijk iets uh, op emotie heeft gekozen. En iets gekozen heeft waardoor hij. Uh, waardoor republikeinen dus nog uh, gemotiveerd raken, echt nog een beetje boos of een beetje, uh, ja, in ieder geval wat emotie voelen. Uh, dit voelt echt heel urgent uh, onder al die uh, Trump-supporters die ik in ieder geval sprak. Uh, terwijl die banen, die vinden ze ook heel belangrijk, maar. Dit komt toch dichterbij. En dat vind ik toch wel iets, ook ergens iets geks hoor. Hoe verklaar jij dat? Want je zou toch zeggen: een baan is het belangrijkste, dat horen we ook altijd. Die economy is stupid. Uh, en dan, dan, voor iemand uit Iowa, is, is immigratie toch eigenlijk ook heel ver weg? Ja, um, dat is waar. Uh, in de meeste plekken in Amerika speelt het probleem van immigratie niet of nauwelijks. In Montana heb je ze echt niet. Uh, maar daar zijn ze ook heel enorm fel. Het is een emotie die enorm uh, speelt. En, uh, en nogmaals, dat heeft Trump helemaal niet bedacht. Het speelde onder Obama, het speelde onder Bush, mm -hmm. uh, het speelde al onder Reagan, herinner ik me enorm deze kwestie. Uh, omdat mensen het idee hebben dat ze worden onder de voet worden gelopen. En dat misschien voor hunzelf uh, die immigrant de baan niet bedreigt, maar dan wel een staat verderop. Dus. Uh, mm -hmm. Uh, en ze, ze, ze voeden solidariteit, zal ik maar zeggen, met uh, de auto-arbeider in uh, Detroit. Of mm -hmm. met een metaalbewerker in Pennsylvania of uh, Ohio, die het moeilijk heeft. Of met, een, met iemand uit de kolenmijnen in Kentucky. En hoewel die immigranten daar helemaal niet komen, is dat, zijn dat toch dingen die, die enorm aanspreken bij mensen. En dan dat idee: en dat, dat, je, dat je misdadigers binnenhaalt. En, en feit is feit. Onder uh, die Latino-immigranten hebben zich inderdaad in de loop van de jaren nogal wat misdadige groepen ontwikkeld, als ze eenmaal in de Verenigde Staten zijn. Dus mm -hmm. uh, het, 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 het is een emotie. Uh, voor het grootste deel is het flauwekul, maar het werkt als een trein. Ja, ja het is op dat punt uh, qua campagne, uh, tactiek zeg maar, is het wel een hele slimme. Wat mij ook um, uh, opviel, ik, ik sprak ook iemand die kwam uit Chicago. En die begon meteen over MS-13, die uh, uh, ja Latino bende, noem ik het maar eventjes, uh, heel berucht, uh, ook, ook vaak door Trump uh, genoemd. Uh, en ze zeiden meteen van ja, maar als je hier bij ons uh, in Chicago door de straten loopt, uh, dan zie je de gravity van MS-13 uh, zie je, zie, zie je op de muren staan. Ze zijn er, uh, het, het is helemaal niet ver weg. Dus uh, ja, zelfs in Chicago, waarvan je dan denkt, daar hebben ze ook wel andere problemen, uh, daar speelde dat dan toch enorm. Ja nou hoor, hier in New York heb je ze ook, en uh, daar mm -hmm. speelt het ook tot op zekere hoogte. En, uh... Vooral in, je hebt hier nog altijd een hoop achterstandswijken. En daar speelt het inderdaad. Dus je kunt het zien als je moeite doet. Uh, en het is er. Feit is feit. Ja, hey, en uh, uh, democraten, die willen het eigenlijk graag over heel wat anders hebben. Uh, die hebben natuurlijk heel veel over Trump. Uh, een stem voor democraten is een stem tegen Trump, zo zeggen ze dat. Uh, maar ook Obamacare. Hè? Ja. En, ze zetten ja. helemaal in op gezondheidszorg. Dat afzetten tegen Trump is natuurlijk dom. Dat, dat zouden ze niet moeten doen, daar zouden ze mee moeten stoppen. Alleen maar, steeds, alleen maar steeds zeggen dat die president niet deugt. Uh, daarmee win je niet, daarmee maak je hooguit de tegenstander actiever. Dus defensief campagne voeren heeft nooit zin, je moet altijd aanvallen. Of, maar zij hebben natuurlijk het gevoel dat ze ook hun eigen achterban daarbij activeren. En daar zit ja, die frustratie wel, denk ik toch? Dat, 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 dat kan zo zijn, maar uh, ik, ik geloof niet in het, het nut. Je, daardoor heeft Hillary de verkiezing ook gewonnen. Haar belangrijkste punt was dat Trump niet deugde, uh, verloren, terwijl haar, ja. Ja, terwijl haar, uh, verloren. Ja, terwijl haar belangrijkste punt had moeten zijn: uh, hier komt mijn lijst met verbeteringen die wij in ja. dit land gaan aanbrengen. Die heb, dit ga die, ik doen. Dit ga ik doen. Nou, ik heb ze nooit gehoord, ik moet het nog steeds nee. niet gehoord. Nee, uh, en, <laughs> en, en je ziet het. En nu, nu zijn ze dus gekomen met gezondheidszorg. Heel verstandig, omdat dat Obamacare inderdaad een veel groter probleem is dan je denkt. Wij. Wij hebben de neiging om te denken, de Democraten zijn voor Obamacare, de republikeinen zijn tegen. Zo ligt het helemaal niet. Er zijn heel veel scrupules over dat Obamacare. Omdat heel in het kort het wel een soort collectieve oplossing is, staatsgewijs. Dwing je mensen en verzekeringsmaatschappijen om samen te werken zodat je zoveel mogelijk mensen verzekert. Maar aan, het, aan, aan, de, aan de basis zit nog altijd uh, het probleem dat in Amerika de volksgezondheid, uh, uh, dat daar wordt het profijtbeginsel garandeerd. Dus een arts is een zakenman. En als je naar een huisarts gaat, dan betaal je voor een consult 180 dollar. Uh, en die wordt dus ook gegarandeerd miljonair. Uh, ja. En. en um, als je daarover praat met huisartsen, zeggen ze: Ja, ik heb een bedrijf, sorry. Uh, ik ben geen sociale dienst of instelling. Uh, en in, uh, dat zit eigenlijk met ziekenhuizen ook. Uh, de helft van de Amerikaanse ziekenhuizen zijn for-profit. Dus dat zijn uh, commerciële instellingen. Daar heeft Obamacare niks aan gedaan. En daar zit een probleem. Uh, en dus is het heel verstandig dat de Democraten het nieuw opnieuw agenderen. En zeggen: Het probleem is nog lang niet opgelost. En in plaats van Obamacare af te branden, kun je veel beter kijken hoe we dat verder kunnen verbeteren. En gelijk hebben ze. Maar er is ook iets geks aan de hand. Want ik, ik zag. Uh... Een paar jaar geleden toen was dat grote debat gaande over uh, het afschaffen van Obamacare. Uh, Republikeinen die zaten een beetje met de handen in het haar. Uh, want die wilden dat afschaffen. Maar ondertussen was hun eigen achterban in verschillende gebieden. Die, die, die waren daar boos over. Want die merkten daar de gevolgen van. En die waren er toch wel een beetje aan gehecht aan, aan die regeling. Uh, dus zelfs onder sommige Republikeinen is, zijn, is er support voor Obamacare. En toch weten ze het niet nu goed te verkopen. Dat was denk ik onder Obama zelf al zo, dat ze, dat, dat ze wat beter hun best hadden kunnen doen... om dit verhaal aan de man te brengen. Maar ook in deze campagne, ze worden helemaal overstemd, toch? Want gezondheidszorg is belangrijk voor heel veel mensen... maar toch hoor je er bijna niemand over. Nee, en ik denk dat het gewoon is... omdat de Republikeinen betere campagnevoerders zijn. Die hebben ingezet op die migratie, vooral. En werkgelegenheid, maar volgens mij migratie. En de democraten op volksgezondheid... Uh, maar die komen niet aan de bak. Ze komen gewoon niet. Te, 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 het is niet duidelijk genoeg. Het is niet overtuigend genoeg. Ze hebben niet de goede mensen om uh, ermee uh, op campagne te gaan. Dus het is gewoon te weinig. En, en op, opnieuw laten de Republikeinen zien dat ze betere campagnevoerders zijn en betere strategen. Ja, het is natuurlijk ook wel een uh, ingewikkelde boodschap, uh, Obama. Daar moet je wel even wat dingen aan uitleggen, uh, veel nuances. En ik denk toch ook wel, uh, ja, je ziet nog steeds dat. Uh, we lachten net al even om Hillary Clinton. Die, die heeft, geloof ik, vorige week uh, weer, weer als grapje gezegd. Van. Uh, nou, ik weet niet of ik uh, in 2020. Uh, uh, dat gaat niet gebeuren natuurlijk. Maar dat, dat geeft wel iets aan. Dat, dat die Democraten die hebben nog steeds niet duidelijk een gezicht. Nee, ze hebben hetzelfde probleem als de Partij van de Arbeid in Nederland. Uh, ze, ze, ze hebben geen verhaal meer dat uh, een grote massa aanspreekt. En ze hebben geen kandidaten eh, die eh, ook de massa aanspreekt. Eh, dus niet een duidelijk programma van vijf heel duidelijke dingen. Eh, terwijl de republikeinen hebben dat wel. Eh, mm. Trump is van meet af aan heel duidelijk geweest over een aantal doelen die hij wilde eh, bereiken. En die hij nu ook stuk voor stuk probeert eh, waar te maken. En, er, en de democraten hebben, ze hebben gewoon geen verhaal. Ze hebben nog een verhaal nog aansprekende leiders. En de enige namen die je hoort... ja, dat is een geriatrische instelling. Je hoort, Ber <laughs> je hoort Bernie Sanders weer noemen... en je hoort Joe, jo Biden. Joe Biden noemen. En inderdaad, ja. grapsgewijs ook, ook Hillary Clinton. Die mensen die moeten achter de geraniums. Die, terwijl die, terwijl, terwijl die re Republikeinen... die hebben een hele zwik veelbelovende jonge mensen. Denk aan Paul Ryan, uh, die nu uh, aftreedt... maar die natuurlijk weer terugkomt... Uh, denk aan uh, Nicky Haley, de hippe uh, pop popster uit de Verenigde Naties. Daar hebben we ook nog het laatste niet van gehoord. Dus die hebben sterren in huis en de Democraten hebben niks. Nou, die hebben toch wel uh, een Cory Booker, uh, Camilla Harris. Er zijn wel wat namen. Uh, die, die Beto O'Rourke die nu in Texas uh, bezig is. Ze hebben wel wat jonge gezichten, toch? Zeker, maar ik zie ze niet. Jij, jij ziet niet het ik grote zie, potentieel, zeg maar. Daar nou is. ja, misschien wel, maar ik zie ze niet. Ik bedoel, ik zie ze niet in beeld, ik hoor ze niet. Ik zie ze niet ja. in die, in die, uh, die uh, schreeuwprogramma's op CNN en MSNBC MS, en Fox News. Ik zie ze niet, ik hoor ze niet. Nee, nee, nee. nee. Hey, en, en over die gezondheidszorg. Ga jij hier wel eens naar de dokter? Ik ben nog nooit naar een Amerikaanse dokter geweest. Um, ik ga heel af en toe wel eens uh, naar een Amerikaanse dokter. Dokter en dan krijg je een hartverlamming. Als je het ooit doet, overigens. Het <laughs> is niet gezond. Moet, nee, als je het overigens doet, moet je uh, zeggen ik ben niet verzekerd. Want dan krijg je vaak korting. Oh, um, dit is een goede en, tip. Ja. En vanwege mijn uh, leeftijd heb ik inmiddels een Medicare kaart. Ah. En, en uh, mijn vrouw en ik gingen uh, twee weken geleden een Griepprik halen en lieten de Medicare kaart zien. En wonder boven wonder, dat kostte niks. Terwijl normaal, ah. kost, terwijl normaal kost een Grieprik in Amerika 40 dollar. Ja. Dus, dus ik heb voor het eerst daar gebruik van gemaakt. <laughs> Kijk, na al die jaren, ik, ik zit zelf, uh, ik, uh, ik heb diabetes, dus ik, uh, ik heb medicijnen nodig. Maar uh, de prijzen hier zijn dus uh, tot 5, 6 keer zo hoog als in Nederland. Voor exact hetzelfde pakketje medicijnen. Ja. En ook uh, bepaalde uh, dokters. Uh, nou, wat jij noemt een griepprik... Uh, daar betaal je in Nederland toch ook geen 40 euro voor. Uh, voor zover ik weet. Uh, nee, en hoort. ook dat soort andere kleine dingetjes. Dan betaal je hier soms zomaar een paar honderd dollar. En uh, uh, ja, dan krijg je die rekening in de bus, hoor ik dan. Uh, het is ongelooflijk. Het verschil is toch wel nog steeds enorm met, uh, met Nederland. En dat heeft dus Obamacare niet opgelost. Dit is precies nee. waar het nee. om gaat. Ik, ik neem. Ja voor uh, uh, iemand uh, hier in New York... Uh, bloeddrukpilletjes mee vanuit Nederland. Uh, ja. de, via een Nederlandse huisarts die die voorschrijft. Voor negen maanden pilletjes. Elke keer. En dat kost, dat heb ik de rekening af... 13,70 euro, geloof ik, bij de apotheker. Ja. Diezelfde pilletjes voor negen maanden in New York City... kosten ruim 700 dollar... Precies dezelfde pilletjes. Dus heb je ja. een beetje een idee. En nogmaals, dat probleem is door Obamacare niet opgelost. Nee, 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 nee. Inderdaad, dat uh, heeft het misschien juist wel een beetje ingewikkelder gemaakt met al het papierwerk eromheen en uh, de discussie en, uh, en alles. Uh, over hoge bloeddruk gesproken, trouwens, Bernard. Um, ik word wel een beetje cynisch van die harde campagnetoon. Nou, zit ik hier nu. Uh, uh, nou, krap een jaar, drie kwart jaar zit ik hier. Uh, de, ik heb natuurlijk andere campagnes wel uit Nederland ook gevolgd en toen ook allemaal harde attack ads gezien en harde campagnes, ook zeker in 2016. Maar ik krijg toch wel het gevoel dat het uh, deze midterms echt nog net een stukje harder is dan de, de, de verkiezingen hiervoor. Hoe, hoe ervaar jij dat? Um, alleen in toon, omdat Trump uh, een, uh, ik zal maar wat zeggen. De, Dingen wat anders formuleert dan de gemiddelde politicus, laat ik het zo zeggen. Maar uh, als je even kijkt naar de naoorlogsgeschiedenis. de strijd tussen Goldwater en Johnson. Uh, in de jaren zestig, die was berucht en rabiaat. Het valt niet anders uit te drukken. Gemeen hmm. tot in het bot. Um, Reagan tegen Carter in uh, 1979 en 80. Um, toen. Uh, heel interessant, het hele Zuiden, wat tot op dat moment democratisch was. Republikeins is gaan kiezen. Door Reagan. Dus die heeft dat hele zuiden weten los te weken. In samenwerking met wat voor de republikeinen toen echt een fremdkörper was, namelijk de evangelische beweging. Die hebben ze bewust mm -hmm. binnenge binnengehaald. En we vergeten ook dingen die kort geleden zijn gebeurd. Denk aan Bush 2. Uh, die uh, in een groot deel van Amerika... maar ook in, in Europa echt werd gehaat. Laten we eerlijk wezen. Dat vonden hmm. ze een idioot. En Cheney en Rumsfeld en al dat soort of mensen. Oorlogsmisdadigers vonden we ze. Op het moment dat Obama werd gekozen... was dat eigenlijk weer vergeten. Dus we moeten ook even... gewoon ons eigen geheugen oppoetsen. Uh, en ook in die tijd van Bush... was het allemaal spijkerhard. Ja, ja. En ook Bush senior die had uh, een paar harde... Attack ads, die Willy Horton-video, daar moet ik meteen een beetje aan denken, waarin een, ja, een moordenaar eigenlijk wordt opgevoerd en dan wordt de tegenstander van Bush daarbij genoemd van: Nou, dit is de man die heeft gezorgd dat hij op verlof mocht. Michael Dukakis, soft on crime. Maar ik zag deze week een campagnespotje van Donald Trump, die tweette hij via zijn eigen Twitter-account. En daarin zagen we ook een, uh, ja, een Latino man in de rechtszaal. Uh, die, uh, ja, die eigenlijk een beetje uh, gemeen lacht en zegt: van... Uh, ik heb, een, uh, ik heb een, een politieagent vermoord en ik zou er nog meer vermoorden als dat zou kunnen. En uh, dan krijg je de tekst daarna: uh, Democraten willen dit mogelijk maken. Dit kan onder Democraten. En dan denk ik van die Willy Horton-ad van uh, 20, 30 jaar geleden: dat was in ieder geval nog een beetje. Via een omweggetje, niet direct aan de presidentskandidaat zelf gekoppeld. Daar deden ze nog een beetje stiekem over. En dit komt gewoon van de president zelf. Dat is toch ja, echt een, een, een stap harder, vind je niet? Ja, maar ik was, er, ik was bij het debat tussen Dukakis en Bush 1. Ja. Uh, toen die kwestie ook speelde. En uh, toen vroeg de toenmalige gespreksleider. Dat was Bernie Shaw van CNN. Uh, ja. De allereerste vraag aan Dukakis was: meneer Dukakis. Als uw eigen vrouw door zo, ja. door zo iemand was verkracht of vermoord. Nou, hoeveel harder kan je het maken, Jan? Ja. Dus, 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 dus ook, ja, ja. Toen, ook toen ging het echt hard tegen hart. Ja, ja. Is, dat, het is, gewoon, is het iets typisch Amerikaans wat jou betreft? Je hebt, hebt veel campagnes ja, meegemaakt? Ja, ik noem, het, ik noem dit altijd een binaire samenleving. Alles is hier links of rechts, goed of kwaad, republikeins mm -hmm. of democratisch. Eh, ook het hele rechtsstelsel zit zo in elkaar met aanklagers en verdedigers en juries. Het is altijd het, het, het gelijk tegen het ongelijk. Er is geen. Uh, ruimte voor grijs of nuance. Dat zit niet in het systeem. Dus ja, het is een systeem dat de Amerikanen heel bewust zo hebben gekozen. en waar ze ook heel trots op zijn. Mm -hmm. Ja, en waar ze volgens mij ook op een bepaalde manier wel een beetje van, uh, van genieten of zo. Het voelt wel vertrouwd. Uh, ook wederom toen, toen ik met een paar Trump supporters sprak. Uh, een paar weken geleden. Toen... Uh, hadden ze allemaal eigenlijk dezelfde talking points? Het was een beetje alsof ze allemaal dezelfde nieuwsbrieven uh, hadden gekregen en, en, en daar allemaal met al die punten helemaal eens waren. En het viel me zo op hoe, hoe uh, uniform die meningen waren: iedereen vond precies hetzelfde, had dezelfde punten. Uh, ze vonden precies hetzelfde over het Ruslandonderzoek, ze vonden precies hetzelfde over de economie, over immigranten. En er was echt geen, geen, geen ruimte voor uh, een iets andere mening of misschien een beetje twijfel. En als ik dan hier in Washington met Democraten praat, dan zie ik eigenlijk precies hetzelfde. Uh, ze hebben de tegenovergestelde mening. Uh, ze hebben ook allemaal dezelfde talking points. Uh, en ook daar geen ruimte voor ook maar enige twijfel. Uh, Republikeinen zien niks kwaads in president Trump, niks verkeerds. Uh, democraten zien niks positiefs. En er is geen. Er zit geen grijs tint tussen. Is, is dat de, ja, onder Obama was er natuurlijk ook grote verdeeldheid. Maar ik heb het idee dat dat ook, ook wel een beetje extra... Uh, en daarvoor ook al trouwens, een beetje extra is aangewakkerd. Um, misschien heeft het, het heeft er in elk geval de schijn van. Maar vergeet niet dat toen Obama, ook na twee jaar trouwens... zijn meerderheid in allebei de huizen verloor. Die werden republikeins. Dat ja, met de grote verlies ook, hè? grote verlies, dat de Republikeinen toen hebben gezegd... ons beleid wordt alles waarmee Obama komt, maar dan ook alles gaan wij dwarsbomen. Mm -hmm. En dat hebben ze ook gedaan. En, en, en wij we hebben, we zitten nu in een periode van de verheerlijking van Obama... Uh, wat best begrijpelijk is, want het was een aardige en fatsoenlijke man... Uh, en die gebruikte niet van die... Uh, uh, van die uh, riooltaal, zal ik maar zeggen, zoals, zoals, ja. uh, zoals Trump dat wel doet. Dus het was aangenamer. Maar we zijn vergeten hoe de politieke werkelijkheid was. Wat dat betreft is er niet zoveel veranderd. En dat was ook in de tijd van Reagan en Carter zo. Um, en je kunt zeggen, ja, dan had je nog wel wat wijze bejaarde mannen en vrouwen in het congres... die af en toe te tut, tut ho ho riepen. Maar de stijl van uh, alles of niets, ja, dat zit helemaal in het systeem. En daar is de, het is alleen maar de toon die is veranderd, maar niet de inhoud. Nee. Hey, je, je noemt net al uh, uh, het verlies van Obama. Dat is iets uh, wat eigenlijk uh, bijna alle presidenten overkomt. Hè. Na twee jaar die midterms, dan, uh, dan, dan komt er een verlies aan. Uh, voor, voor, voor Obama was dat een, uh, een enorm verlies. Ik geloof uh, zes zetels in de senaat, uh, 63 zetels in het Huis van Afgevaardigden. Uh, la laten we eens naar de scenario's uh, voor Trump kijken, voor de midterms. Um, de meeste peilingen zeggen op dit moment, de democraten die zullen het huis van Afgevaardigden waarschijnlijk wel winnen. Uh, Republikeinen houden waarschijnlijk de, de Senaat. Um, hoe, hoe kijk jij daar uh, tegenaan? Ja, nou ik doe maar gewoon mee met die peilingen. Omdat, ja, uh, is het enige wat je, kan, je, nou, kan nou, wij, Jij en ik <laughs> hebben het er vaak over, maar je hebt een aantal... Ja. Ja, je, je hebt niks anders. En we zeiden in het begin al: als de opkomst heel anders is, ja, dan vallen al die redeneringen in het water. Maar als die ja, wel ja. kloppen, dan, dan heb je wat jij, waar jij vaak over praat. Ook uh, in, uh, bij BNR uh, citeer jij vaak 538, die, die eigenlijk ja. al die peilingen uh, uh, middelt. En, uh, en, en ook die zegt dat. Dus daar hou ik me maar een beetje aan vast. Uh, wat ik me overigens afvraag is: waarom, Jan. Is het zo'n enorme klus om die senaat te winnen? Want dat is maar twee zetels verschil. Dus waarom zijn we allemaal zo zeker dat dat, dat uh, republikeins blijft? Leg dat nou eens uit, want dat, <laughs> dat, 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 dat snap ik niet en zeker onze luisteraar niet. Nou ja, dat heeft, dat heeft te maken met de, de manier waarop dat gekozen wordt. Die, die, die huizen van afgevaardigden die heel duidelijk aan een bepaalde regio vastzitten en die senaatzetels die, die, die uh, echt aan een staat gekoppeld zijn. Dat is gewoon het verschil volgens mij, toch? Ja, nou goed, en het zijn natuurlijk ook, het is nu maar een derde van de senaat, drie, 34. Ja, oh, dat is senatoren. een goed punt. Ja, ja. Ja, en en een, heleboel uh, staan, een heleboel staan vast, want die zijn altijd ja. of republikeins of democratisch. Ja. Dus het gaat maar om een heel klein groepje, iets van twaalf of zo. Ja, klopt. Uh, en, en die zitten dan vaak. Die, die vallen, op dit moment valt dat net even een beetje wat negatiever uit voor, voor democraten dan voor republikeinen. Dus dat maakt het wat, wat lastiger. En in het Huis van Afgevaardigden heb je natuurlijk uh, dat alle zetels uh, ja, nu worden herkozen. Dus dat, okay. uh, daar is sowieso een andere Oké, okay, dan heb ik nog een vraag voor ja. je. Wat, wat, gebeurt oh, ja. nou, wat gebeurt er nou als wij voorkomen ongelijk hebben? Wat, uh, ja. wat we niet mogen uitsluiten. Er um, <laughs> zijn er twee opties, ofwel? Allebei de huizen worden democratisch, ofwel ze blijven gewoon republikeins. Wat maakt ja. het eigenlijk wat maakt het uit, Jan? Nou, ik, ik ten eerste, ik, dat vind ik wel een hele interessante. Want ik, zit altijd, uh, ik, ik zie niet zo snel gebeuren dat, dat het allebei democratisch wordt. Maar ja, goed, je weet het niet. Uh, maar dat het allebei republikeins blijft. Ik geloof dat in het Huis van Afgevaardigden nog 36 uh, tas-ups-steeds zijn. Uh, dus 36 staten waarvan we niet helemaal weten hoe het gaat lopen. Uh, en, en als je dat dan bekijkt, uh, het is nog een paar dagen te gaan, uh, wat jij ook aangeeft met de opkomst. Uh, er kan nog uh, zoveel uh, anders lopen dan dat deze peilingen doen vermoeden. En, en daar ben ik toch heel benieuwd naar. Stel dat het nou uh, een hele kleine overwinning wordt voor Democraten in het Huis van Afgevaardigden, of het, wordt zelfs, het blijft gewoon Republikeins. Ja, dat, dan, dan is dat toch een soort knock-out voor die democraten, lijkt me. Dat, dat, uh, wat kan je dan nog doen? Dat, dan uh, hebben ze in hun ogen de slechtste president ooit uh, is gekozen... en in, in de verkiezingen daarna hebben ze daar toch niet van kunnen profiteren. Nee. En uh, het enige wat ik dan kan bedenken, misschien ook wel mooi om... Uh, bij af te sluiten, omdat ook dat een universele kwestie is. Ook bij ons, bijvoorbeeld bij Europese verkiezingen die er nou aankomen, ga stemmen. Dat is het grootste <laughs> probleem in Amerika. Het grootste deel van de kiezers blijft weg. De vrouwen ja. blijven weg, uh, Latinos blijven weg, zwarte blijven weg. Dat zijn uh, precies die groepen waar de Democraten het van moeten hebben. Uh, en, ze, en ze gaan gewoon niet stemmen. Ga naar de stembus, want dan verandert er misschien iets. Nou, bent u Amerikaans staatsburger? En luistert u? Uh, neem deze tip vooral uh, ter harte. Ik, ik denk trouwens, Bernd, het is ook misschien wel, die campagne houdt nooit op. Hè? Ik kan me voorstellen dat als je hier geboren bent en dit al misschien uh, nou, je hele leven meemaakt, dat, dat je soms ook wel eens denkt: van ja, weer de belangrijkste verkiezingen ooit. Ik geloof het wel, ik zie het over twee of vier jaar wel. Zeker, en het zijn ook niet de belangrijkste verkiezingen. De belangrijkere verkiezingen zijn natuurlijk over twee jaar uh, voor de ja. president. En als, en als het gaat zoals wij allemaal denken, dan wordt Trump gewoon herkozen. Ja, dat, uh, daar durf ik ook wel uh, op dit moment wel een, een, een klein uh, bedragje op te zetten, inderdaad. Dat, uh, maar goed, dat, dat wordt dus echt een uh, mooi onderwerp ook voor de, de komende periode. Als we ook uh, meer mooie afleveringen maken uh, van deze podcast. Uh, ik heb nog even een andere opmerking van een van de vrienden van deze podcast, Bernard. Uh, hij wordt namelijk ook mede mogelijk gemaakt door Boekhandel van Stockholm. En die zitten aan het spuien in Den Haag. En hun webshop is ook online vanuit Washington en New York te vinden. Maar dat twisten wij al lang natuurlijk. Um, van Stockholm mogen we het boek Amerikanen lopen niet van Arjan van Velen verloten onder onze luisteraars. En dan staat er tussen haakjes achter, Bernard, volgens Freek van Haagse college echt een aanrader. Dit zinnetje hoeft niet, maar is wel echt een goed boek. Dus ik, ik, ik lees er bij deze maar even voor. De vraag is: wie van onze luisteraars voorspelt de zetelverdelingen in het huis, in het huis en in de Senaat? Uh, wat denk jij? Laat het ons weten en onder de goede inzendingen, dus dat hele mooie boek. Uh, Amerikanen lopen niet. Uh, laat het weten via Twitter aan underscore Jan Posma. Underscore. Uh, als je Jan Posma heet, dan zijn er heel veel met die naam, dus vandaar die underscores. Of Freek Ewals, daar is er maar één van. En ja, Bernard, jij zit niet op Twitter, hè? Nee. Ik doe niet aan sociale nee. media. Ik uh, vind ze asociaal, dus ik blijf erbij. Ja, <laughs> sociale media. Nou, daar denkt het, uh, de president heel anders over. Maar je kan uh, in ieder geval dus uh, een tweetje sturen naar mij of naar Freek Ewals. Um, ja, uh, gaan we zo. Ja, ik, ik ben niet van het voorspellen. Ik, ik, uh, uh, ik, ik, het enige wat ik durf te zeggen is dat ik heb het idee dat het nog wel eens. Uh, ik denk wel dat de Democraten dus het huis gaan pakken, maar dat het nog wel eens een heel klein verschilletje zou kunnen worden. Waardoor het misschien eigenlijk helemaal niet zo slecht nieuws uh, voor Trump uiteindelijk is. Wat, wat denk jij, Breek? Ik, ik denk precies hetzelfde. Ik denk als ze, als ze tussen de 8 en 12 uh, meerderheid hebben, dat ze spekkoper zijn. En in de Senaat zou het best eens zo kunnen zijn dat de republikeinen hun voorsprong zelfs ietsje vergroten. Ja, dat denk ik. Oh, dat zijn we eens gezind. Dat is niet zo spannend uh, voor de podcast. Nee, maar, jammer uh, ja, oh ja, ja. Het, <laughs> ik, ik had van Freek meegekregen dat we er een, een flesje wijn op moesten zetten. Maar ik, ik denk dat hij dan maar even uh, de tegenkandidaat uh, moet zijn. Hij moet het flesje wijn er maar even op zetten. Ja, dit is een uh, gloednieuwe podcast. Helemaal nieuw. Dus uh, heel leuk als je ons wat sterren wilt geven op iTunes. Of een beoordeling op een ander podcastplatform. Of een berichtje wil achterlaten. Uh, vragen achterlaten kan trouwens ook voor Bernard of voor mij. Dat vinden we absoluut Leuk. Uh, wil ik nog even afsluiten met dank aan onze vrienden van Trumptown. Dat is de boekhandel van Stockholm en perscentrum Nieuwspoort. Over twee weken zijn we er weer, Bernard. Of over, over een week? Wat hadden we nou gezegd? Nou, als we zin hebben, misschien morgen wel. Als we zin hebben. Ja, als er <laughs> nieuws is. Nou, laten we dat niet zeggen. Dan zitten we er elke dag aan. Uh, de muziek die je hoorde was van The Heavy. Freek Ewals, die je niet hoorde, doet de productie. Hij is ook het brein achter deze operatie. Dit was hem, de eerste Trump Town, de Amerika-podcast van het Haagse College. Tot snel!